Welkom allemaal bij de allereerste Nethercrack UHC. Wat houdt dit in? UHC is een game mode waar wij geen health regeneration. Als je damage krijgt, dan hou je die damage totdat je een golden apple of een health potion inneemt. De bedoeling is dat we in teams van twee elkaar gaan uitschakelen. Last man standing wins the game. Mm-hmm. Er zijn nog een paar regels. Een van de regels is, je mag niet branch minen. Je mag wel naar beneden graven, zoekend voor een cave. Hoor je monsters, dan mag je proberen naar de monsters toe te graven. Hoor je lava, dan mag je naar de lava toe graven. Je mag niet branch minen. En branch minen mag dus niet. Heel simpel. Niet doen dus. X-ray mag ook niet. Jesper. Jesper, hè. Wat er meer? Regen potions zijn geband. Die mag je niet. Strength 2 potions zijn ook geband. Je mag niet leven tijdens de game. Moet je naar de wc of wat dan ook. Helaas moet je gewoon blijven staan. Mm-hmm. Ben je dood? Dan is het over voor jou, deze UHC. Dan moet je hopen dat je teammate het haalt. Dan is het gewoon GG en dan moet je de server leaven. Dan heeft nu Kingo nog iets te vertellen. Ik geef het stokje aan Kingo door. Oh ja, chill man. Nice. Oké. Okay. Alsjeblieft, Kingo. Nou, ik heb dus voor deze map gezorgd. Dus de map is 1200 bij 1200 blokjes. En je wordt gewoon random neergezet in mijn team. En na 2 uur, als dus, we bij episode 6 klaar zijn, zeg maar, dan gaan we naar midden trekken met z'n allen. Dus als je dan nog leeft, dan moet je gewoon naar het midden gaan, anders duurt het te lang. En dan moeten we het binnen een uurtje moeten daarna wel eventjes afmaken. Mm-hmm. En voor de rest gaan we zo de team samenstellen. Dus dat hebben we nog niet gedaan, dat doen we zo lekker onscreen, Salsen. Dan kunnen we meteen zien bij wie we horen. Moet je dat even uitleggen dat het random is, dat wij niet... Helemaal random, dus ik denk dat we nu al heen kunnen gaan. Ja. We gaan nu de teams kiezen. Oké, okay, let's go. Dus het worden 4 teams tot 2 en we hebben die 5 verschillende gemaakt voor het geval. Dus een aantal konden niet, zoals Remco en Yuri en zo. Alsjeblieft, geen bar. Oké, goed. Nou, maar we gaan kijken, jongens. Oké, wacht, welke kleur is? Welke kleur niet? Want er is 1 kleur niet. Welke gaan we niet doen? Maakt niet uit. Doe maar gewoon niet. Oké, nou. Doe maar niet groen. Oké, nou, we beginnen met rood. Wie komt er in team rood? Stijn en Tommy. Ah, nice! Oké. Nee, we gaan het opnieuw doen. Opnieuw! Nee. Ik wil weer Bart in het team. Oké. Ik wil niet bij Stijn. Volgende team, blauw. BMK en Jesper. Wat ben ik? Oké. Nou. Oké. Nu geel. Ik heb Pixel. Oh, de lava. Jee. En dan is team roze is dus Timo en Bart. Oké, guys, we zien jullie zo terug wanneer we staan bij onze plek. Oké. Inderdaad. Tot zo. Man. Oh ja, yeah. Daar gaat het. Kijk daar. Wat? Oh fuck yes! Oké. Regen uit, had ik het nog niet uitgezet? Wacht even. Clear. Yeah. Oké, okay, nu moet ik even iedereen nog. Ja? Is dat we geen oak trees hebben dichtbij. Ja, nee, dat is in dat ook kut. Is daar wel iets van een berg? Zo. Oh, een nieuwe startplek. En. Oké. 5. 4. 3. 2. 1. Oké, ik ga wel hout hakken. Go! Oké, let's go. Even kijken, ik ga wel gewoon. We zijn aan het hout hakken. Ga jij de. Ik ga. Oké, is goed. Moet ik wel even wat zand halen, maar dat lukt me wel. Dus. Kom je dan zo meteen als je genoeg hout hebt naar de tempel? Ja, is goed. Ik zie hier schaap, ik zie hier geen andere dieren nog. Oké. Getting wood. Waarom moet ik nog... Oh nee, ik had wel keeping inventory. Iedereen kennen wood ineens. Oh ja, en we kunnen ook als je op tap kijkt, dan kan je ook iedereen zien al leeft en zo. Zo cool chill. Yes. Oh, crap, ik hoor meteen al spiders. Ah, oh, want dit is natuurlijk daar binnen in het donker. Dang it, er zit 1 spider. Yo, daar ga ik dan nu nog niet in. Helemaal beneden? Zeg maar in die tempel. Wacht, ik pak even snel een boom, daar ik even een hout en zwaard op. Dan ga ik even voorzichtig proberen die spider te killen. Ik ga eerst even. Ik ga trouwens nu even stone tools. Nou ja, sorry. Kon je van deze geen appels krijgen trouwens? Nee, van deze kan je geen appels krijgen. Oh, dat is het probleem.
Nou, zo'n appel is aan het begin niet heel belangrijk. Dus het is natuurlijk wel chill te hebben voordat je naar onder gaat. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment gaan we natuurlijk toch een beetje rondlopen om te kijken of we wat mensen kunnen vinden. Ik ben even aan het kijken. Oh, er zitten 300 blokken van spannen. Oké. Kan je misschien een beetje scouten, zeg maar wel ook houtblokken, maar een beetje scouten of er misschien ergens oak trees zijn? Ja, ik ben nou een beetje aan het kijken. Wacht, ik zie één oak tree. Wauw. Ik zie er serieus één. Wauw, oké. Okay. Oh, maar ik wil echt snel naar die tempel voordat er ook iemand in de buurt komt. Ik zie heel veel oak trees. Oké, okay, nice. Wat? Oh, what the fuck? Wat is er? Ik zit vlak naast fucking Tibo. Wat? Wat? Terug. Richting het westen. Oké, ik maak soort zoals ze komen. What the hell, maar... Heeft hij jou gezien? Ik denk het. Wat, dan zaten we wel heel dicht bij elkaar. Dang. Yeah. Maar dan zien ze die tempel misschien ook. Oh, we moeten achterop schieten. Oké, wacht. Ik heb... ren naar die tempel. Ik heb een klein beetje. Ik heb... Oh, wauw, dat is ook zo dichtbij. Alright, ik kom naar de tempel toe. Ja, maar het is wel mogelijk, want ik had het minimale... Wacht, ik heb één stick te veel trouwens nog. Moet ik even wegdoen. Ik heb tools gewoon al gemaakt voor jou. Oké, chill. Ik ben bij de tempel. Ja, oké, ik zie je. Oh, man. Man, waar zit er zo dichtbij? Ik heb minimaal distance 300 gedaan, maar dat kan wel, hè, dan. Dat is, waarschijnlijk staat ze dan in de desert en zijn ze helemaal... Skeleton erin. Skeleton ook. Oh, crap. Ja. Wacht, oké. Oh, je hebt al stone tools, hè? Ja. Oké, hier moeten we eigenlijk echt in voor diamonds ofzo, want diamond sword hebben we nu, hoor. Wacht. Maar ik weet niet waar ze nu heen zijn. Ik zag net... Ik keek zo naar die oogboom, die ene oogboom die ik zag. En ik zag op een Tibo eronder zitten. Ik dacht van, nee. Oké, ik ga die skeleton uitschakelen. Oké. Ik zorg ervoor dat je een pad hebt om naar boven te gaan. Iedereen is er nog steeds full. Oké, is done. Oké. Ik hoor niks anders nu. Maar kan ik dit gewoon? Pas op, zit er geen spider meer? Oh nee, ik zie geen spider in. Oké, even kijken wat... Voorpas dat hier geen spider zit. Ja, Oké, goed. Wacht, ik plas zand. Ja. Maar het probleem is, ik kan het niet... God dang it. Dus er? Als ik het weghaal en het valt per ongeluk op die pressure plate... Ja, wacht. Ik geef jou eerst even hier tools. Hier. Ja, Die. Pas op, het valt gewoon langs. Oh shit. Valt allemaal naar beneden? Oh, denk ik. Net die shovel heb ik gemist, toch? Ah, dan. Oké. Ja, ga heel voorzichtig. Bescherm even en hou hem even op de hoogte of iemand aankomt. Ja, ik zit een beetje nu shiften te kijken of mensen zien. Ja, ik ga ook een beetje shiften, dacht ik trouwens. Oh nee, dit is een stone pressure plate. Kutje. Pressure plate weghalen. Ja. Daarna gaan we naar die oak trees. Zat iemand bij die oak trees? Wat? Oh, nice. We hebben al een beetje gold. 1 diamond. Oké. En 3 diamonds. We hebben 3 diamonds. Oh, een sharpness 3 boek. Fuck yes. Oh mijn god, yes. No way. Oh, fuck yes. Dit is goed. Awesome begin. Oké. Heb je ook de bones meegenomen? Wacht, ik doe zo. Zodat mensen denken dat het nog niet loot is. Ja. Oké. De bones. 14 bones. We gaan hier nu naar buiten. Waar zaten hun? U zaten naar die kant. Erbij, daar zaten ze. Daar zag ik hem. Tenminste, ik zag Tibo en ik zag voor mijn ding ook wel. Wacht, wie zat er nog meer? Oh, Bart. Bart en Tibo waren het. Oké, waar gaan we naartoe? Ik zou zeggen die kant een beetje op. Beetje die kant gewoon. Yeah. Gewoon echt erop zitten, want ik wil nu nog niet attacken. We gaan nu gewoon dan even wat hout verzamelen. Gewoon wat van het acacia wood. Ja, oké, is goed. Oké, pas op, want daar zaten ze in de buurt, hè? Yeah. Ja. Een beetje die kant op, ja. Deze kant. Oké, heb je al eten? Nee, ik heb nog geen dieren kunnen vinden ook. Ja, denk ik. Ik zal even ook niet sprinten. Waar is dan? Het is net voorbij half dag, dus nog een klein beetje meer hout voor torch straks of zo. Mm-hmm. Hier zitten alleen maar schapen. Oh, denk het. We moeten inderdaad koeien of zo hebben. Of kippen. Koeien, kippen. Varkens kan ook nog wel. Varkens kan inderdaad, alleen het is voor kippen ook een chill voor arrows. Ben jij meer zeg maar melee of ben jij meer archer in combat? Archer op zich wel. Yes. Ja, ik heb het dus we moeten echt zorgen dat we allebei boos hebben dan. Sowieso. Mm-hmm. Oké, zo gek voor hout hoeft ook niet, hè? Dus als je een half stack hebt inmiddels wat. Ja, nee, ik heb nu nog maar heel weinig hout, omdat ik eerst even die tools ging maken. Ik heb nu 9 logs met nog wat extra planks, maar ik ga denk ik even een half stack of zo, dan hebben we genoeg. Half stack aan logs. Ja, maar ik denk niet dat Tibo of Tom of Bart mij zagen, dus dat was wat chill. Ja. Dus dat was echt even scary. Wel natuurlijk een beetje uitkijken, zeg maar, want we weten dat ze dichtbij zitten, dus stel ze zien ons op een gegeven moment. Ja. Bart is nog wel iemand die graag de first kill wil hebben. Oké, ik heb een ding nodig. Eten. Dus, dang it. Ik heb wel rotte flesh. 29 jaar. Mm. Dus we kunnen daarop leven. Ja, daar kunnen we wel voor uiteindelijk even op leven. Oké, we hebben wel wat hout.
Okay. Even kijken, kunnen hier... Mijn dirt test kunnen ook zo. Ik weet het niet, volgens mij kunnen hier wel gewoon koeien ook spannen en zo. Oké. Wacht, ik eet even wat rotterflesje. Wacht even. Ja. Hé, maar ik heb dus nu 3 diamonds, dus we kunnen of een diamond pick maken of een diamond sword. Dat zou slim zijn. Ik zou een diamond pickaxe maken, want op een gegeven moment hebben we denk ik wel de... Hoe heet het nodig? De enchanted table. Mhm. Ja, klopt dat. Wacht, is dat een village? Waar? Of is dat gewoon... Oh nee, dang it. Ik zag wat groen, maar het is gewoon reed. Oh ja, maar oh, wacht, reed hebben we wel nodig. Dus. Ja, reed hebben we wel nodig. Dus. Dan ga ik dan even om nu. Oh wacht, hier zit al een cave. Hier kunnen we de grond in straks. Mhm. Ik ga even hierboven kijken wat hier zit. Of hier dieren zitten of gewoon... Ik ook iets zie nog. Ja, oké, is goed. Oh, dat is wel eigenlijk een kut plek dat we nu zitten. Voor dieren en eten. Okay, ik zie een lava pool. Plains, zie ik. Oké. Wat? Dit heb ik nog nooit gehad. Er staan hier random pumpkins. Wat? Twee. Okay, Bastijn. Ik zie Bastijn. Bastijn? Ja, die zit in de plains. Die zit in de plains. In de richting waar we naartoe liepen. Dus daar zag okay, plains. Okay. Daar zag ik Bastijn. Waarom zitten ze bij elkaar? Wat de hel? Ik heb gewoon wel genoeg distance tussen gedaan. Ik denk dat het dan slim is dat we wel gewoon... We moeten onder de grond gaan nu. Ja. Ook al hebben we dan niet veel eten. We moeten gewoon nooit rennen. Niet rennen. Nee. En helemaal niet rennen. Oké, goed. Wacht, weet je die ene grot waar ik net was? Ongeveer. Oké, wacht hier zo. Ik zie je. Kijk even naar beneden. Ja, daar. Ja. Oké. Gewoon hier naar beneden. Hier is het al een beetje kool. Kan je wel pakken? Voor torsje zo. Er zit lava in de buurt, dus dat is nice. Mm-hmm. Oké. Ik zit echt te denken, omdat we dus inderdaad zo dicht op elkaar zitten. Maar ja, het is ook de eerste seizoen, dus dat komt wel wat een beetje. Moest kijken. Volgens mij was het wel gewoon dat ze ver genoeg uit elkaar konden zitten. Ja. Misschien dat we gewoon... Want kijk, Corbastijn, die zit bij... Nou, maar je zei ergens in een plains, hè, dus... Ja. Oké, iedereen is nog steeds vol, man. Dat is best... Wauw. Ja. Nou, we hebben in ieder geval wel die tempel. Dat is wel... Ja, dat is super chill. Oké, ik heb 6 gold. Dus nog 2 gold erbij en we hebben nog een golden apple, als we een apple hebben. Ja, we moeten dus ook nog oak trees. Ik wou eigenlijk dus naar de plains wil lopen voor oak trees. Ja, nou maar dat iets wat ik zit te denken, we gaan nu de grot in, maar we gaan wel ver weg. Dus we blijven niet echt op één plek ondergrond. We moeten echt een beetje zien te travelen. Beetje richting span zo ongeveer, denk ik. Ja, ik maak even... Ja, maak even torches. Torches. Ja. Oké, ik geef jou ook even de helft. Oké. Oh, dang, Bart heeft al iron. Ja, wij hebben al diamonds, maar... Oh, we hebben trouwens... Oh, dat ga ik nu even doen. Denk, dat dacht ik helemaal niet even na. Zit een creeper daar beneden? Ik heb precies genoeg voor 2 iron swords, dus hier. Wacht voor? Ik heb een iron sword, 2. Ik had precies 4 ingots uit die tempel nog. Waarbij. Ja, ik zit hier beneden, maar zit hier een creeper. Oh, daar is hem. Oké, die is dood. Oké, hier is hem, pik. Ik pak even nog die zombie. Nou ja, pas op. Pas dan. Mag de zombie aan. Oké. Alright, waar is er komt nog een zombie. Hier is je zwaard. Ja, thanks. Oké. Man, is wel open cave. Oh fuck, nog eentje. Oké. Ja, dat is wel kutje. Wacht, pak dat iron hier alvast. In ieder geval. Ik zie daar, ik zie een skeleton en... Waar komen de zombies vandaan? Een span of zo? Ik weet niet. Oké, niks hier. Ze blijven wel vandaan blijven komen, ja. Oké, wacht. Ik hou me even uit, anders dan sla ik jou zo meteen nog. Hey, als we nog iets van buiten moeten hebben, dan moeten we eigenlijk nu even snel nog wel pakken, want... Laat ik even kijken of ik toevallig een naam zie. Er zit geen spawner voor zover ik zie, maar... Oké, pas op skeleton en ladder. Skeleton en ladder. En een creeper komt achter ons aan. Ja. Damn. Ik probeer die creeper. Naar beneden. Nog een skeleton naar beneden. Oh. 3 skeletons. Oké, daar gaan we dan niet heen of heel erg oppassen. Nee toch? Dus we kunnen beter een ander grot zoeken dan. We kunnen een ander grot zoeken. We moeten gewoon een ander grot zoeken. Oh man, het wordt al wel donker. We moeten echt snel vinden. Mm-hmm. Oh, we moeten heel snel vinden. Anders moeten we hier toch gewoon in en dan gewoon onze luck proberen. In desert zitten geen caves, dus dat is wel een kwets. Kijk, misschien hier... Oké, wacht, waar zag je Stijn? Want dan moeten we kijken dat we daar niet in komen. Die kant op, oké. En dan die kant helemaal was dat ding, dus we moeten dan... Deze kant. Oké. Het leuke is, iedereen zit echt op te minen. Ik denk het bijna niet. Hier is een cave. Oké, gaan hierheen. Misschien. Hopelijk. Het is wel iets. Gaat wel weer omhoog hier. Oh, dang it. Nou, dit hier kunnen we wat mee. Kan op als Ik ga het maken. Oh nee, dang it. Oh nee, eerste die damage neem. Dang it. Nee. Oké. Dat hebben ze nog niet gezien. Nee, inderdaad. Wacht, kijk hier die kant op. Ik ga hier even.
Klein stukje. Ja, hier is het redelijk safe. Het is daar. Hier gaat het echt. Hier gaat het duikt in één keer de grond in. God dang it, Bart Eet heeft het al gezien. Oké, hier gaat het een heel stuk verder de grond in. Oké. En nog wat kool. Ah, spiders. Het... Eigenlijk even zo'n blokkaartje moeten maken. Dat is ook sowieso handig. Even wat kool minen. Mm-hmm. Ik bedoel, neem het kool niet. Ik bedoel, cobblestone minen om zeg maar. Kunnen ze hier naar boven? Voor mij kan hier niemand naar boven gaan. Oké, geen skeleton hier aan alles. Oh, wacht, jij al skeleton. Zit aan die kant de skeleton? Hier zit een skeleton. En een creeper, maar ze kunnen niet naar boven komen, dus. Als we daar even uit de buurt blijven, is dat goed. Was het hier al klaar? Of? Oh nee, dat gaat nog een stuk dieper. Het gaat een dieper, alleen daar kon niks maar naar boven komen. Even kijken. Kan je elkaar hitten? Volgens mij kunnen we wel elkaar hitten, maar. Ik kon er wel een creeper. Zoveel monsters, zo damn. Ja. Op het. Ja. Ik mijn even wat dingen wel. Ik ga. Skeleton! Waar? Oh, hoe? Hierboven. Pas op. Is dood. Geen damage. Nice. Is dat nog meer? Oh, ik hoop echt dat we een Bennett Mansions of zo vinden, joh. Hier niks. Oké, ja, wacht, ik ga hier eventjes snel wat. Wel een furnace maken, dus hè. Ja. Oh man, ik heb nog 4 handjes over. Nou, hier ze. Ik heb wat rotte flash voor je mee. Ja, en wat verlichten? Hier. Ik pak gewoon een hele lading. Oké. Okay. We leven echt op rotte flash, jongen. Yoichi. Ja, het is echt verschrikkelijk. Oké. Oh man. Oké. Het kan wel ongeveer nacht zijn. Heb jij wat arm? Nee, nog niet gemined. Ik heb even alleen nog. Oh ja, ik krijg die achievements niet inderdaad, omdat ik nooit. Volgens mij, wacht, welke heb ik niet? Ik heb nooit tools gemaakt, volgens mij. Behalve een zwaard. Ja. Je hebt geen time to mine gemaakt. Mhm. Dus nu krijg ik hot topic ook en zo niet. Dat is wel chill. Dan weten ze niet dat ik. Oké, maar stop het iron er maar in. Ik heb er een beetje kool gezet. Ja, ik heb geen iron nog. Ik ga wel voor minen. Ja, oké, ja, ik zag net hier op zo'n plek waar iron. Daar beneden is dat iron nog goed. Heel even kijken wat hier zit voordat ik. Ja, even alles afsluiten ook. Oké, het gaat helemaal door omlangs. Ik kijk even in deze gang hier. Oké, hier gaat het een stuk verder. Oh, hier gaat met een bocht mee. Oké, ik zie hier zit al een beetje iron. Hier splitst het op in veel te veel paden. Hier staan mijn gravel, ik blok het hier heel veel af. Mm-hmm. Dit is nu een safe kant. Oké, heb je een safe kant? Ja, dit is nu safe hier. Kijk, van de vier ga ik even terug minen. Ik vind ligt hier nog wel wat iron. Oké, dan ga ik hier wat iron minen. Dit is echt zenuwslopend, joh. Ja. Oké. Oké. Oké, ik heb al een beetje iron nu. Hardware, Tommy. Yes. Hier nog wat iron. Even kijken, ik denk dat het handig is om jou gewoon als eerste even wat armen te geven. Maar natuurlijk wel dat je het verspreiden, maar als we een nieuwe armen maken, geef het jou het eerst. Eerst chestplate. Ja. Oké, hier is meer armen. Right. Kijk, daar staat niks. Waar gaat dit naartoe? Ik heb trouwens ook een emerald, dus fuck je. Als we ooit een village vinden of zo. Nou ja, hey, als we een village vinden en er zit een. Er zit nog een spider daar beneden. Hey, maar stel nou dat er een NPC zit die voor 1 emerald appels geeft of zo. Die zijn er. Ja. Oh. Even kijken hoor, wat hier zit een spider. Oké. Ik ga nog een klein stukje terug. Ik ga even helemaal terug trouwens voor naar de furnace. Ja, ik blok mezelf er even in. Oké. Zeg maar dat er niks achter me komt. Oké, ik heb 10 iron, ben ik nu aan het koeken, dus ik maak een chestplate voor mij en dan de rest, even kijken wat jij nog hebt. Kijk, ik heb nu 10 iron. Oké, er zit een schaap hier in de cave opeens, yes. Misschien even kijken of er niet nog ergens een grote opening zit, want... Ja, dang it, ik ben nog steeds de enige. Schade. Geen zorgen, uiteindelijk winnen we wel. Hopelijk. Ja, tuurlijk, ja, dat is... Tuurlijk, hey. Dat is een gegeven, ik bedoel... Kijk hard tegen spelen, ik bedoel, kom op nou. Dat is Stijn zo. Kijken. Hier gaven. Ik sluit het even af, alleen spiders zouden nog door kunnen glippen. Nee. Er zit hier nu een spider. Don't you dare leap on me, sucker. Nu weten ze wel, als trouwens iemand deze gods vindt waar je mee zitten. Nou, we zitten wel ver genoeg uit elkaar hoor. Dat we elkaar vonden, dat is gewoon omdat we nog... Ik denk dat het in plaats van 300, 100 was uit elkaar of zo. Of 200, zoiets. Dus ik weet niet wat daar aan ligt, maar moet ik even kijken. Voor de volgende keer ofzo. Oh, damn, ik kom een creeper die damage neemt. Ja, precies. Ik weet waar die zit, ja. Maar het klinkt heel dichtbij. Ik hoor ook een skeleton in de buurt. Hoog, even kijken. Nog één arm. Hij zit hier. Oké. Kijk, hij is down.
Zit hier ook echt een zombie? Oké, ik heb een iron chestplate. Oké, ik kom naar boven toe, ik heb nog wat iron. Dat kunnen we smelten. Goed. Wacht, anders kom ik, gaan we verder naar beneden. Neem ik even alles mee. Oké, is goed. Wacht, we maken anders wel hier even... Maak even daar ergens in de buurt even een safe room ofzo. Dan kom ik zo naar je toe. Ik zie je, dus. Ja. Zie ik niemand boven me nog? Nope. Het is nu nacht, dus dat neem ik aan van niet mee. Blok dit even hier af. Mm-hmm. Het enige wat we zo even moeten testen is of die daylight gebeuren nog wel werkt als niemand, als niet geladen is. Ja. Oké, we hebben hier nu eigenlijk even een save point. Oké. Okay. Hier. Even kijken. Wat we doen. Voor spiders om in de buurt, is het meer iron hier? Maakt hier wat breder, dan heb je het knusser. Mm-hmm. We moeten natuurlijk wel een beetje comfortabel. Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Oh, mijn god. Waar is die zombie naartoe gegaan? Lava is weg. Oké. Kijk, had jij de spullen meegenomen? Oh, okay, ja, ik heb alles meegenomen. Ik heb nog 9 iron nu hier. Heb je furnace? Ja, daar. Nice. Wacht. Ik heb het iron. Zo. 19. Oh, ik hoor echt spiders zo dichtbij. Ja, nee, die zit hier achter. Achter zit nog een cave. Oké. Heb je nog eten genoeg? Of? Ik heb nog wel wat rotte flesjes. Ik heb nog 7 rotte flesjes op dit moment. Oké, ik nog 14. Mee. Nog 14. Even kijken, ik had hier ook nog wat veilig gemaakt. Hier nog niet. Ja, mm-hmm. Oké, dit is goed. Kijken. Oké, dan maak ik even een chestplate verder. Yes. Dan even kijken of die grot. Oh wauw, dat gaat al heel stuk verder. Er zit wel iron vlakbij die grot. Wacht, kijk even. Heel snel. Ja, er zit wel vlakbij, alleen ik hoorde een skeleton, dus ik dacht van ik blok het gewoon af, want we hebben hier nog ook een hele open cave. Dus. Mm-hmm. Nog wat meer iron hier. Zo. Yes! Oh shit. Yes. Oh ja! Als hij heeft 2 damage gekregen. Yes, ik ben niet meer de laagste. Als iemand gewitched wordt. Oh ja. Nou ja, dan hoef je nog niet direct naar een half hartje te gaan. Nee, maar. Ligt aan hoe lang het is. Maar als je inderdaad een lange poison hebt, dan ben je fucked. Nee, echt gewoon fucked. Ik heb er nog serieus over naast te denken om zeg maar aan het begin ergens een bucket te maken. En dan kon je gaan zoeken voor melk. Zeg maar stel, zeg maar dat is toch wel handig. Uh-huh. Aangezien witches toch wel echt gewoon heel prettig zijn. Ik zie gold. Gold? Oh, oké, nice. Zolang het er 2 zijn, is het goed. Dan kunnen we een apple maken. Maar dan moeten we straks echt weer naar buiten. Ja. Dat is trouwens wel even iets wat volgens mij, als ik de timer goed heb ingesteld, dan als er straks de timer gaat, dan is het weer dag. Dus. Oké, ja. Weet je dat. Oké. Ik ben hier nu langzaam aan het progressen. Progress. Ik moet ook even eigenlijk dan een iron pickaxe hebben natuurlijk. Uh-huh. Ja, ik heb hier een chestplate voor. Hij zit ook. Oh, veel zombies hier. Ik heb een iron pick voor je. Oh, pas op. Baby zombie. Oh, nu heb ik in één keer wel time to mine and getting an upgrade. Oké, ik heb het hier omhoog gemaakt, dus kunnen jullie niet opkomen. Oké, wacht, waar zit je? Oh, hier en dat is het einde van de eerste episode, jongens. Oh, bedankt voor het kijken. Volgende keer. Yep. De massa.